Na mijn ritje in de Thalys vond ik het een goed moment om mijn eigen Thalyses tevoorschijn te halen. Ik weet dat er nog wat openstaande probleempjes waren, zoals je net zag bij deze. Frontverlichting werkt goed, sluitverlichting, brandt maar één lamp. Bij de andere gaat het wel goed. Een andere is dat ik wat aan speedmatching moet doen, want ze lopen nu ontzettend ongelijk. En misschien dat het een overweging is om hier cabineverlichting los te maken en de lamp hierboven ook los te schakelen, zodat ik wat meer functies heb. En ik gebruik nu echt de basale functies van de decoder. Maar dat ligt er een beetje aan hoe ik hem achtergelaten heb. Want als ik hem dus goed verbouwd heb en de decoder alle draden kort geknipt heb, dan wordt het wat moeilijker. En ik weet ook niet meer of deze nu een probleem had aan de binnenkant met de schroef in de kap. Dus dit wordt weer even een trip down memory lane. Kijk nou, Lokpilot. Ik heb hier bracket gebruikt, zoals ik dat een hele lange tijd heb gedaan bij ombouwen. En trouwens nog steeds doe. Dit is de lamp bovenin. En die zit in serie schakeld met een kleine printplaat. Die printplaat zit hier onderin en daar zit dus iets niet goed. Dus ik zal de verlichting, de printplaat er even uit moeten halen en even moeten kijken hoe dat ook weer ging. Ik begin met het neusdeel. Ik begin met mijn neusdeel als dat lukt, en dat wil niet. Eens kijken of ik de... Ja, kijk. Hier is alles. En dit is wat ik niet wil zien. Kleine stukjes rood plastic. Even kijken waar die vandaan komen. Want in de wagon, als het in elkaar zit, dan is dit ongeveer hoe dat eruit ziet. Zo, hier zit verlichting die schijnt bovenin. En die zit geschakeld aan de verlichting die hiervoor zit. En een van deze twee rode ledjes die hier zit, die wil niet. In het ergste geval moet ik het desolderen en opnieuw erop zetten. Ik kan niet zeggen dat ik daar direct blij van word. Dit stukje plastic komt van deze hoek hier. En ik vermoed dat dat rode van die punt komt. Oh, precies, nee, precies dezelfde hoek hier ook. Dit stukje plastic hier is hier afgebroken. Ik hoop dat dat niet te veel invloed gaat hebben om het vast te zetten straks. En ik ga eens even kijken hoe ik dit op ga ruimen. Ik heb wel eens net een soldering gemaakt. Ik heb hier nog een groene nodig. Ik denk dat ik de groene ga zetten op de verlichting boven, zodat ik die in ieder geval los kan schakelen. Dat lijkt me wel mooi. En ik heb nog een paarse over waar ik nu niets mee doe en ook niet van plan ben iets mee te gaan doen. Ja, de soldeerbout maar eens hanteren. Soms zijn oplossingen heel makkelijk. In dit geval brandt deze led niet. En ik heb gewoon de soldeer even aangestipt opnieuw laten vloeien. En ik kan nu heel voorzichtig... Zo, die hier laten zien. Dat beide lampjes branden, wat net niet het geval was. Dus ik ga nu alleen even kijken. Deze blauwe hier, die zit op de witte aangesloten. Deze blauwe ga ik op de groene zetten, want dat is de verlichting van hierboven. En dan kan ik die apart gaan schakelen. Deel 1 is gelukt. Beide lampen doen het nu weer met het vooruitrijden technisch gezien, want dit is het achterste treinstel. En zo staan alle drie de lampen aan, maar ik kan de bovenste uitschakelen en dan worden de onderste iets feller gezien hoe de schakeling in elkaar zit.
Een beetje jammer, maar wel lastig om te veranderen. En ik kan de bovenste lamp, ik heb het zo ingesteld nu dat ik de bovenste lamp ook niet aan kan zetten bij het achteruitrijden. Wat ik ook probeer. Dat is een programmeerinstelling, dus die kan ik nog makkelijk wijzigen. Nu ga ik deze bovenste lamp ook schakelbaar maken bij de voorkant. En daarna wil ik de snelheid nog instellen dat ze wat meer even snel rijden en wat sneller gaan rijden. Want er moet vrij veel stroom in voordat er beweging in zit. Dat staat nu allemaal niet goed afgesteld. Dat kan ik allemaal doen in een decoder. Hier voor mij heb ik de andere Thalys wagen. Deze Thalys is een eentje die vooraf voorbereid is op digitaal rijden. Dus hier zit een printplaat in waar de decoder op geprikt kan worden. De groene draad kan ik hier zo zien zitten. En aan de onderkant zie ik dat hij nergens naartoe geleidt. Aan de bovenkant zitten geen printgeleiders. Dus hieruit hoop ik dat ik op kan maken dat die groene hier ongebruikt is. Net als bij de andere waar die ook waar ik mezelf ingekort had. Deze kabel hier is van de verlichting aan de bovenkant. Die zat eerst gekoppeld hier aan de voorverlichting. Die heb ik daar losgehaald. Waardoor ik hem nu apart kan schakelen. En het probleem dus met het knipperen van de verlichting is dat alle verlichting één weerstand gebruikt. Dus dat betekent dat doordat de weerstand zit na de leds, op de blauwe kabel, krijg je een wat groter effect. Als ik de weerstand zou hebben op de kabel naar de witte leds en een aparte weerstand naar deze led, dan zou het knipperend effect is mijn ervaring veel minder zijn. Wat ik ga doen nu is de pin hier een kabel op solderen. Bij voorkeur een groene kabel. En die gaat uiteindelijk vast aan deze loszittende kabel. En dan kan de boel weer in elkaar en dan kan ik het gaan programmeren. De groene kabel, de groene aansluiting op de decoders is dus de AUX1. En omdat ik die niet vaak gebruik, kort ik die dus ook in als ik een bracket gebruik. En ook als ik direct een decoder ergens opzet en deze overhoud, dan zorg ik ervoor dat ik die inkort, zodat die niet ergens tegenaan kan tikken en een kortsluiting ma kan maken. Dus ik heb genoeg groene kabels hier. Ik ga hem voorzien van een beetje tin, dat maakt alles wat makkelijker. Is mijn soldeerbout nog aan? Soldeerbout die aan is, is ook makkelijker, hoewel het hier bijna warm genoeg is om het zonder soldeerbout te doen. Een mooi getint draadje, een beetje inkorten. En dan wil ik hem hier op hebben. Zo. Dan is duidelijk waarvoor die dient. In ieder geval welke kleur erbij hoort. Wat in de rest van deze Meccano gewoon een ramp is. Eigenlijk is alles blauw en rood of zwart. En dat je bent dus echt draden aan het volgen. Ik vind het zelf fijn als draden een duidelijke kleur hebben. Dus ik had gehoopt dat, eens even kijken, zwart hier, dat zou geel moeten zijn. Rood, dat zou, nee. Blauw, dat zou wit moeten zijn. Rood zou moeten zijn groen. Ik vind het fijn, maar niet zo belangrijk dat ik hier nu ook alle bekabeling van ga vervangen. De originele kabel heb ik een beetje ingekort. Ik vond hem erg lang in combinatie met deze groene, die ik eigenlijk ook in zou moeten korten, maar goed. Zo, met een wat langere kabel is het wat slordiger, maar kan ik het wel makkelijker later
openmaken zonder dat meteen de kap en de onderkant heel dicht tegen elkaar aan zitten vanwege de korte kabels. Zo, nou, dit is niet het mooiste soldeerwerk ooit. Helemaal niet zelfs. Maar ik heb hier een stukje krimpkous. Zolang als die er overheen gaat. De boel even krimpen, ben ik al blij. Die zit goed. In principe is dit alles wat er gedaan moet worden aan soldeerwerk. Ik ga de boel weer opbergen. Dichtmaken. En op de baan even verder programmeren. Even ter illustratie. Hier heb ik de lamp al wel ingeregeld, maar nog niet losgekoppeld in de programmatuur van de frontverlichting. Dus ik kan hem ook op sluitverlichting zetten en dan kan ik hem ook aanzetten. Dat is dus wat ik in de andere locomotief heb aangepast en wat ik hier dus ook ga doen. Nog eventjes ervoor zorgen dat dit niet kan. Maar verder is hij er bijna klaar voor om dadelijk weer een rondje te gaan rijden.